Dag jongens. Waar zijn jullie eigenlijk? Waar zijn jullie Ik wil prijzen kunnen stellen. Willen we dat we net niet weten? Hij wil eigenlijk niet. Ik zie jullie goed. Het staat bij mij echt achter een hoekje. Zeg zo, hè? Ja. Ja. We hebben niks meer doen. Schoot je, man. Ja. Ja. Het is de eerste keer dat je bent. Ja. Hij stuurde mij even. Jo, je bent wel met de auto. Ja, ga je ook even naar huis. Dat zal zo dronken naast me. Ja, dat maakt nog niet. Ja, bedankt. Fantastisch. Dat is goed. Nou, bedankt voor je tijd. We hebben even een vragenlijst opgesteld voor Danny en Lieke. Lieke! Johannes! Maakt niet uit! We doen het zonder jou. Dat is lekker! Lieke, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Lieke en Badu. Badu. Badu, jongen! Dan kan we alles weten over jullie. Ik moet niet alles eerlijk zeggen, hè? Wat was je seks? Wat is jouw grootste irritatie aan Lieke? Je kan het ook zingen. En wat is die van jou en Danny? Dat luidt Danny af en toe zijn ogen luid kan zijn. Dat is echt een irritatie, heel lachig luid. Lachrijke luidheid. Wat wou jij gedacht? Wat moet ik zo zeggen? Klikken. Ben! Jammer weer het, hè? Ja, het feest gaat beginnen. Dat hij, toen hij aan het stappen was geweest op de slaapkamer, was hij weer van zijn. Ben je nou? Dat klopt, hè? Is dat voor jou het gênantste moment? Dat klopt wel, ja. Dat weet je zelf niet. Alles had hij voor. Ben je nou? Dat gaat toch niet? Hij was wezen stappen. Beter dan ze de scheiden, toch? Ik zei gewoon wat. Ik ben aan het doen. Moment. Afijn, hij gaat dus weer slapen. En ik moest plassen en ik sta op. Weet jij iets van wat ze allemaal bedoelen, kinderen? En dan liep ze zo mee door de kamer. Daar had ik een foto van. Maar ik weet niet of die nog had. Hij is gek. Hij is echt niet bij zo gek. Dat is niet zo heel gênant, denk ik.
Danny, welk cijfer? Die had die. Justin. Nee, 1 tot 12. 1 tot 12. En die bestaat. 4. Je krijgt niet te goed, Bom, hè? Ja, oké. Blijf leuk. Hoeveel partners heeft Danny gehad? Ja. 100. Pak daar geld maar. 100. Seksuele partners, hè? We hebben gewoon een tippen. Danny, moet ik agenda pakken dadelijk? Hoeveel seks, hè? Danny, moet ik agenda pakken dadelijk? En je moet die van boven de 40 ook mee rekenen, Danny, hè? Van de kroeg. Al die vrijgezelle vrouwen. Jij, wat dan? Maar wie zit er dan het eerste vanaf? Ik denk dat Lieke er bij Danny het beste vanaf zit. Ja. Dus eigenlijk heeft Danny gewonnen. Danny, welk cijfer? Dank je, kom. 1 tot 12. Zo. Ik zei genoeg gewonnen. Ik wil niet weten dat ik invullen, die moet dit doen. Jij hebt gewoon alvast even weer, denk ik. Oké, volgende vraag. Waar hebben vrouwen het meeste krulhaar? Dat vraag je dan, hè? Ja, toch? Ja, ja. Aan jullie allebei. En degene die hem goed heeft, mag een cijfer kiezen. Het meeste krulhaar? Ja. Ja, ben je toch bij de vermoes? Ja, onderhaard. Ga maar door. Zine? Ja? Afrika. Oh, je bedoelt het land. Oké, Danny, nog zou je Danny laten winnen? Oké. Hoe zou Danny geheten hebben als het een meisje was geweest? Danny. Ja, dat heeft hij een keer verteld. Ja. Ja, dat zou je moeten weten. Och, mens. Nou, hij heeft een bootje stapt. Roxanne. Als je nou vraagt wat ze bijna pas vader, dat kan ik niet zeggen, maar dat weet ik niet. Nee, jou hoeven we niet te weten. Nee, jij weet het niet. Wat was van Lieke? Als Lieke een jongetje was geweest, wat was dan haar naam? Wat kom je? Iets met een L zeg. Nee. Wat? Let op L, nou is de K. Is het de K, hè? Is mijn leeftijd. Nee, nee, nee. Dat is het. Weet je het niet? Nee, ik kan niet opkomen. Jullie kunnen het allebei foto's, mogen ze allebei nummers hebben. Ja, oké, okay, allebei een nummer. Is jullie kapot? 8. En Danny? 12. Dat vind ik een hele leuk. Wat is de slechtste eigenschap? Dan ga je niet meer uitkomen, hè? Dat vind ik heel fijn dat ik het niet meer wil aankomen. Daar gaan we nog. Ik heb ze nu allebei laten kiezen. Als ik zo'n beetje bloed. Oh, dat kon wel uit, makkelijk. Als ja, dus ja, slechte eigen. Ja. Dat is zo vet. Danny kan wel heel veel. Als deze achter jongen. Dat kan toch? Als Danny heel veel gezond is, kan hij zo ontzettend irritant zijn. Wel irritatie houden. Dankjewel, ja. Irritatie opwekken. Ja, ik kan er echt irritatie opwekken bij mij als hij gezond is. Ik ben erg leuk mee. Wat is de slechtste eigenschap van Lieke? Dat is lekker. Dat is lekker. Als u een beetje zeurt. Dat is lekker. Dat moet doen allemaal. Nu weer in de buurt. Goed bezig, joh.
Ja, ik wil niet maar je moet even vragen wat ze hadden gedaan. Dus dat is een eer. Wat ze hadden gedaan, wat ze zouden zeggen. Dingen herhalen. Dingen herhalen. Wat had je gedacht dat Danny zou zeggen over herhalen. Jou? Wat zijn antwoord was? Ja, zeuren. Dan hoe bedoel dingen je? Kun je het beter uitleggen? Wat dingen wijzen en dan vaker zeggen. Herhalen noemen ze dat. Ja, ik moet het op andere manier zeggen. Ja. Wat is de lievelingskleur van Danny? Van Danny? Ik weet het. Ja. Kijk ja. Hier. Wat is je lievelingskleur dan? Blauw. Oké, ik heb nog nooit gehoord. Wat is de lievelingskleur? Ja, oh, ik weet wel wat die roze zijn. Blauw. Blauw. Mijn lievelingskleur is mijn alles roze komen. Ik heb heel veel roze, maar het is niet mijn lievelingskleur. Kun je aan Nienke vragen, hoe was mijn kamer op de straatstand? Ze zat helemaal blauw, hè? Met die dolfijnen en alles. Goed zo, je hebt nog net het antwoord gegeven op de volgende vraag. Wat, hè? Waar is ze op? U bent? Waar is hij op? Gezellig, ja. Van nooit met tijdens vijf. We gaan door voor de wasmachine. Ja. Heb je het goed gewoond? Nee, ik ben het goed. Daar gaan we voor het goed. Ja, jij hebt het toen al gezegd waar jullie toen woonden. Als de feest kan, de kinderen. Je weet het gewoon niet, hè? Ja, jij bent heel slecht in het spelletje, kan ik je vertellen. Ja, maar dan kom jij vertellen. Ga je al? Ga je al? Ja, ik ga het vertellen met veel liefjes. Waardoor ben jij gevallen of Danny? Nee, maar. Nee, maar. Ja, maar wat moet je doen? Antwoord, ja. Moet jij je doen? Dan nee, dan wordt je toch? Waarom jij op mij gevallen bent? Nee, waarom ik jou, ja. Ik drank lopen. Eerst al begonnen te trekken, waarom ik eraan lopen. Nee, waarom ben ik op jou gevallen? Met een mooie blouse, mooie brede schouders. Wat mooi antwoord. Een mooie haar, mooie blauwe ogen. En ze dacht echt dat Batman eraan kwam. Toe is gegaan. Hebben wij nog een verrassingscadeau namens de mensen die hier zijn? En een verrassingscadeau krijgen jullie in de bruiloft. Dankjewel. Maar die bom kijkt al vast. Ja. Nou mogen jullie weer gaan eten. Ik heb wel gezegd dat het punt 12 vanavond is. Hey Jan. Ik boek hem niet, hè? Jawel. Nee, ik ga het boekje nemen. Nee, dat is perfect. Hoi, op die stuk. Dankjewel! Hey! Dankjewel! Hey! Jullie samen, hè? Dat is niet. Maar alleen maar Danny, ik heb dat toch niet. Ik heb een idee. Kakstakje!